gotta get up. Vlogjes. Vandaag voor jullie weer een superleuke video op aanvraag van Mine van Roy. Sorry als ik je naam verkeerd uitspreek. En zij had gevraagd, kan je eens een video maken hoe je je video's bewerkt? Ik heb net een Q&A video opgenomen en ik ben van plan die nu al te bewerken. Dus hier Mine, ik zal het nu voor je opnemen hoe dat ik mijn video's precies bewerk. Voilà, alle deeltjes zijn geïmporteerd. Ik heb net de volledige video gekeken om te zien of er foutjes in stonden. En ja, niet veel, alleen op het einde wat, dus dat ga ik eruit knippen. Ik klik op bewerken, tool voor knippen. Dan breng ik dit streepje zeg maar naar het aantal minuten wat ik eruit wil knippen. Dat was dit stuk. Dan klik ik op knipbewerking opslaan. En dan is het eruit geknipt. Dan het beeldkwaliteit was best wel goed, want de belichting zat wel goed bij deze video. Maar toch ga ik het iets beter instellen. En dat doe ik bij visibele effecten. Klik ik op helderheid. Nu staat het streepje in het midden. Kijk, je kan het overbelicht doen. Maar ik doe het altijd zoiets ongeveer. Mijn gezicht moet ook niet helemaal wit zijn. Dus dan stel ik het altijd zo in. Deze video is nu niet super speciaal om volledig met overgangen te doen en muziek. Maar dat doe ik normaal gezien ook wel bij make-up sessions of zo. Dan kan je hier op muziek toevoegen klikken en dan kom je in je documenten. Kan je een liedje uitkiezen. Om gesproken tekst op te nemen moet je hierop klikken. En ik heb niet echt een micro of zo. Dat is niet heel erg professioneel. Maar dan kan ik zo de tekst opnemen dat mijn mond niet beweegt, maar dat je me wel hoort praten. Bijschrift hoef ik nu ook niet te gebruiken. Dat gebruik ik soms als ik met een voice-over of alleen met muziek. Zet ik hier de naam van de producten of zo, dan klik ik hier. Titel gebruik ik nooit. Aftiteling wel, dat ga ik zo meteen doen. Overgangen, dat staat hier bij animaties. En voor de rest doe ik eigenlijk nooit echt veel. Ah ja, als ik gesproken tekst heb opgenomen, klik ik altijd hierop, dat je dat goed en duidelijk hoort. Versnellen doe ik ook wel vaak bij make-up tutorials of zo, anders duurt de video echt een eeuwigheid. Videostabiliteit, dat doe ik ook wel. Correctie voor trillen, doe ik altijd deze, tot het beeld niet te fel trilt. Wat ik nu ga doen is mijn aftiteling toevoegen, dus ik klik hierop. Mijn aftiteling is altijd hetzelfde zoals jullie weten. Dan doe ik het zo en dan typ ik... Ga naar www. Normaal typ ik met 10 vingers, maar ik ben nu aan het filmen, dus het gaat niet. www.waterbeauty.blogspot.com voor nog meer beauty. En dit heb ik gewoon achter al mijn video's. En het is altijd zwart met wit. Daar heb ik ook wel eens vraag naar gekregen. Waarom doe je het niet in een leuke kleur of zo? Ik wil het gewoon basic houden, dus ik doe het zwart-wit. Selecteer ik het, zet ik het vet en schuin. En dan is mijn video klaar. Het enige wat ik dan nog doe, is film opslaan. En dan geef ik die de naam. Q&A. Oepsie. En dan sla ik die op. En zo gaat dat dan. Nu moet ik wachten tot die hele balk vol is en dan kan ik hem uploaden. En zo, nu hebben jullie gezien hoe ik een volledige video bewerk. Er steekt best wel wat tijd in. Dit was nu niet een super bijzondere video. Dus bewerken heeft ook niet heel erg lang geduurd. En ik heb ook geluk gehad tot mijn Q&A video eigenlijk bijna vlekloos is verlopen. Dus ik heb er ook niet veel dingen moeten uitknippen. Normaal gezien doe ik dat wel. Ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Doe dan zeker een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren hier beneden als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!